Zijn we eindelijk in Baarle? België, hier. Ik heb mijn bonnetjes. Zullen we dat eens een keer wel lekker in het doosje meenemen? Ja, Nigeria is er ook goedkoper in België. Ja, ik draag het niet. Misschien jij. Nou ja, als ik dit zo ziet, lekker doorschijnend slipje. Ik denk dat die ook wel past. Ja. Zullen we een biertje gaan drinken, een patatje halen? Vuurwerkwinkel. Kijk nou, dat is hier ook al. Ja. Piroshop.be. Gaan we eens kijken toch? Ja. Dus inderdaad in Baarle-Hertog voor het bezoeken van een nieuwe vuurwerkzaak hier in België. En genaamd Pyroshop.be. En we gaan ons eens verdiepen in deze nieuwe winkel. Goeiedag. Hallo. Wij zijn Peter en Patrick van AVP. En ja, we willen ons dus eigenlijk eens een keer verdiepen in deze winkel. En wat jullie allemaal te bieden hebben en alles. Ja, gezellig. Gezellig. Ik ben Sabrina, mede-eigenaar samen met mijn partner. Dit is mijn broer. Ik ben Kevin. Ik werk hier vandaag in de week. Ja. Nou, om eigenlijk gelijk met de deur in huis te vallen, waarom zijn jullie deze winkel eigenlijk gestart? Nou, eigenlijk om een aantal redenen. Ten eerste onze eigen passie voor vuurwerk. We vinden het iets heel erg leuks. Stop, man. Waarom zijn jullie deze winkel eigenlijk überhaupt gestart? Nou, om een aantal redenen. Ten eerste onze eigen passie voor vuurwerk, die is gewoon heel groot. Dat hebben we nu kunnen verwezenlijken in een winkel, waar we eigenlijk echt heel blij mee zijn. Ten tweede, om echt in Baarle-Hertog een winkel te openen. Ja, en welk merk voeren jullie dan wat de andere winkels hier dan waar eigenlijk min of meer niet voeren? Pyrostar. Ja. En kan je me iets vertellen over het merk Pyrostar misschien? Want het is zoals ik zeg, kijk inderdaad mooie grote pijlen, aparte potten, waar ik ook zeg van ja, er zit er inderdaad altijd iets interessants tussen. Waarom heb je ook specifiek gekozen voor dit merk? Wat is daar de reden voor geweest? Ja, nou Pyrostar is eigenlijk nog vrij nieuw voor de meesten. De meesten kennen het merk nog niet. Mm-hmm. Het is voor het tweede jaar op de markt. Eigenlijk een compleet assortiment. Klopt. Maar als ik dan objectief moet oordelen, moet ik ook kijken dat inderdaad bij Original heb je ook en Zena producten zeg maar, die hier te koop zijn, heb je ook vrij breed scala. Natuurlijk. Het is ook logisch, we staan vrij dicht bij Pyrostar. Dus voor ons was de keuze al vrij makkelijk om Pyrostar te gaan voeren. Sowieso omdat hier in Baarle nog niet is, dat is ook een punt. Ja, dat is een scherp punt, dat geloof ik ook zeker. Want als je hier ook met Originals, alleen Originals gaat staan, denk ik toch dat ze naar de Originals winkel gaan en niet naar ons. Logisch. Wij willen Pyrostar ook niet alleen blijven voeren, maar ook gewoon andere merken erbij. Maar dat moet nog bekeken worden eigenlijk, hè. Ja, daar zijn we nog mee bezig inderdaad. Oké, dus er komt naast Pyrostar komen er nog wel meerdere lijnen hier binnen de winkel? Er komen hier zeker nog meerdere lijnen. Het is absoluut geen Pyrostar winkel. Oké. En hebben jullie daar trouwens ook nog vernieuwende plannen met de winkel naar de toekomst toe? Absoluut. We gaan natuurlijk uitbreiden. Zoals je ziet is de winkel niet heel erg groot. We willen het groter maken. Er komt een apart afhaalgedeelte voor de drukkere dagen. Ja. Wat komt hiernaast dan? Daar hebben we hiernaast nog een ruimte voor over. Die willen we zeker gaan benutten. Goed, jullie hebben al eerder inderdaad vermeld dat jullie dicht bij het merk Pyrostar staan. Kan je ook iets vertellen over enkele nieuwe ontwikkelingen die op dit moment gevoerd worden door bijvoorbeeld Pyrostar? Die echt inderdaad nieuw zijn binnen het assortiment. En misschien ook nieuw qua, hoe moet ik het zeggen, nieuw binnen de vuurwerkwereld bijvoorbeeld. Hè? Je hebt natuurlijk twee vormen van nieuw. Ja, inderdaad. Nou, dan hebben we de... Wel iets heel leuks. De Traka. Die hebben we hier liggen. Die hebben we vanaf nu binnen. Die hebben we nu in de winkel. Het was een keiharde Spaanse knal
knalmat eigenlijk. Knalmat. In 3 à 4 seconden weg, maar keihard. Nou, dat ziet er op zich wel interessant uit. Kijk, ja. Kijk, ja, man. Hij is 10 meter lang. Nou, dan gaan we ten alle tijden moeten we dat natuurlijk altijd even uitmeten. Ja. Nou. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9, jammer joh. Nee, nou, helaas. Maar misschien heb ik lange armen van het veen te trekken. Dat kan altijd gebeuren natuurlijk. Ja, nog andere leuke producten die op dit moment dan in ontwikkeling zijn misschien? Dat is de Bomberos. Die verwachten wij eind november ongeveer binnen. Die is nu in productie in China. Dus, en die schijnt nog harder te gaan als de reguliere hardste vlinders. Onze hardste vlinders nu zijn de Superos. Die liggen hier. Het is van Ricada, dus alleen de Bomberos zouden daar nog overheen moeten gaan. Dus we zijn al zeker blij dat we deze hebben, maar deze moet echt gigantisch worden. Oké, okay, nou. Dus we zijn heel benieuwd. Is goed, maar dan kijken we even verder hier in de winkel. Ja. Vet, moet je hier eens op inzoomen. Het is natuurlijk op zich een mooie waaiercake met een mooie naam natuurlijk ook. Kan je hier misschien wat meer over vertellen over de Brocade Pine? De Brocade Pine, dat is een waaiercake. Die schiet eigenlijk in waaier. En die begint met een zetslag. Dus zo. Dan gaat hij terug. Dan schiet hij 3 keer een schuld in fanshape. Dat is dus heel luchtvol. En hier zien we een hele oude bekende naam van vroeger. De Ammo Store. Inderdaad, de Ammo Store. Ammo Store, ja. Is die weer terug? Ja, wij hebben weer teruggebracht omdat wij hem zo goed vonden eigenlijk. Dat is de oude vertrouwde Ammo Store. Dus niks aan veranderd, gewoon niks echt zoals die vroeger was. Ja, de keihard. Goede nitraatpot. Ja, die zijn best groot. Dat is een enorm pakket. Maar als je er zo naast gaat staan, zijn we bijna even groot. Ja. Nee. Ja, ik kan me ook voorstellen dat jij de lol er wel van inziet van zo'n pijl. Ja, het zijn gigantische pijlen natuurlijk. Super mooi. De effecten die op de foto staan, dat zijn tevens ook de effecten van de pijlen. En als je kijkt op de achterkant van de pakketten, staat eigenlijk per pijl uitgewerkt wat hij doet. Nog meer mooie pijlen in de aanbiedingen van je. Ja, dan heb ik nog een hele mooie voor je. Wat vind je hiervan? King size? King size, letterlijk. Dat kun je wel stellen, ja. Ik zou hem bijna de Silver Pleasure willen noemen. Al bij al. De Colt of de Zilvervinger. Ja. Inderdaad, ja. Ook wel, krijgen we in de Pabo. Dat is inderdaad wel een aanzienlijke pijl, ja. Flinke pijl. Is hier nog wat leuks over te vertellen? Het is ook een 75 grams pijl. Ja. Met eigenlijk een mortier erin. Ja. Dus het effect In tegenstelling tot andere vuurpijlen, waar de sterren gewoon in zakjes zitten, zeg maar. Kun je met een mortier dus bereiken dat je een heel mooi rond bouquet krijgt. Ja. En gaan ze dan gewoon zo de lucht in? Of hebben ze nog deels of fluitje of rilletje? Ze hebben een mooie zilverstaart, een hele dikke. Ja. En er is er een met een kriklingstaart. Ja. Dus dat is gewoon een heel leuk effect wat er ook bij zit. Ja. Een kriklingstaart? Dat heb je ook nog niet eerder gezien, denk ik. Niet zo gauw een consumentenvuurwerk, nee. Dat klopt. Dus dat is wel iets heel leuks aan deze spel. Echt iets nieuws. Natuurlijk het formaat. Goed, ik denk dat ik deze maar even vasthoud. Kut. Bij deze wil ik jullie in ieder geval nog wel even bedanken voor dit openhartige interview. En namens AVP veel succes met de nieuwe zaak. En ik ga dan weer dus op huis aan. Dus in ieder geval fijne dag nog verder en tot ziens. Ja, leuk dat jullie er waren.